Euskan Akjool heeft gereageerd op de commotie rondom het filmpje van Matthijs van Nieuwkerk. Hij benadrukt dat hij nooit heeft beweerd dat het gedrag grensoverschrijdend was. Echter beweert Yvonne Koldewijer dat Eus de inhoud van het filmpje bewust heeft aangedikt om Matthijs openbaar te kunnen laten vallen. De afgelopen weken heeft Akjol herhaaldelijk gesproken over een schokkend filmpje van Matthijs van Nieuwkerk. Nu circuleert het bewuste filmpje op TikTok. En na het bekijken ervan begrijpen velen niet waarom Akjol beweerde dat Matthijs zich misdroeg. In een reactie op X ontkent Akjol dat hij ooit heeft gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Hij verklaart, nadat ik meerdere oudmedewerkers had gesproken en beelden had gezien, zei ik dat ik opnames had gezien van niet zo gezellig gedrag. Totaal niet grensoverschrijdend. Geen barbaars gedrag. Hij wijt de ophef aan de media en beweert dat zijn verklaring een reactie was op het rapport van Rijn. ...in combinatie met persoonlijke verhalen van voormalige redactieleden... ...en niet specifiek gerelateerd aan een video. Kolderweijen reageert op Akjo's beschuldigingen richting de media met weinig verrassing. Ze schrijft op haar juiste kanaal, goh, wat een verrassing. Hij geeft de media de schuld, terwijl hij zelf alles heeft verteld en zelf over het filmpje is begonnen. Ze speculeert over de reden achter Akjo's focus op het filmpje. Hij dacht waarschijnlijk, iedereen in medialand kent dit filmpje... Dus ik ga het opblazen en gebruik het als excuus om mijn vriend Matthijs van Nieuwkerk publiekelijk af te vallen. Ondanks Akjools eerdere verdediging van van Nieuwkerk, suggereert Koldeweijer dat externe druk en Akjools neiging om de menigte te volgen ertoe hebben geleid dat hij het filmpje als een handig excuus heeft gebruikt om van standpunt te veranderen.